Maar eigenlijk moet je als Nederlander elke ochtend als je wakker wordt, moet je even op je knietjes gaan liggen bij je bed en dan moet je zeggen, heren, heren, wat ben ik dankbaar dat u mij geboren heeft laten worden in een vrij redelijk, fatsoenlijk en schatrijk land. Ja, er is van alles mis in Nederland, inderdaad, dat komt door Rutte, maar het is een fantastisch land. Het Verlossum, kunt u mij horen? De wethouder van de gemeente Wageningen heeft jou uitgenodigd naar aanleiding van een uitspraak bij De Slimste om eens mee te denken hoe de gemeenschap daar weer wat opgefleurd kan worden. Nou, daar wil ik best over meedenken. Alleen hebben ze alles wat ze fout hadden kunnen doen, hebben ze al fout gedaan in de afgelopen 20, 30 jaar. Ja, maar dan kun je als een soort van Rutte te gaan herstellen. Ja, dus het hele aangezicht van bijvoorbeeld Wageningen uit de uiterwaarden is verpest. Doordat ze waar het oude zwembad is afgebroken, hebben ze ongelooflijk lullige fletjes neergezet. Daar heb ik wel eens een staf over gebroken. Bovendien hebben ze een deel van de stadsgracht hebben ze dichtgegooid. De oetlullen. Hmm. De oene. Dat is wel opvallend, want op andere plekken zie je juist dat weer hersteld wordt en zichtbaar. Zo is het maar net. En dat zouden ze in Wageningen ook moeten doen. Zoals in Utrecht hier. Goed, ik geef nu reeds gratis advies. Hè? Maak het weer open. Herstel wat jullie allemaal kapot gemaakt hebben in de jaren 70. Breek die godvergeten broodboutique of hoe het mogen heten, de croissantboutique, nou ja, zoiets dergelijks, breekt dat ding af. Wat mij betreft met bulldozers, dan wil ik er wel komen kijken. Oké, dus als ze dat doen, dan mogen ze een keer bellen en dan ga ik je daar naar. Nou, ik heb hele nuttige adviezen die ze ongetwijfeld niet op zullen volgen. Haal die gracht weer open, breek die flatjes af die ze net gebouwd hebben, daar achter die dijk. Als je dan al iets had willen bouwen achter die dijk, dan zo dat je dat niet kunt, dat het niet boven de dijk uitsteekt. Hè? Zodat je het hele aangezicht van dat stadje naar de kloten hebt geholpen. Ja. Nog één ding over uit de Maarten. Mensen hebben toch niks te doen, dus die kunnen gerust dat blad lezen. Vincent had iets over Lelystad. Hartstikke leuk stuk. Maar wat schrijft hij dan daarin? Gaat hij Lelystad afkraken? Nee, juist niet. Hij zegt dat Lelystad best meevalt. Oh, maar dat is toch een ellende. Assen is niet beter dan Lelystad. En dat is een heel overtuigende argumentatie. Een grote parkeerplaats. Ja, als je in Nederland een nieuwe stad bouwt, dan zit je met een probleem. Hoe moet de nieuwe stad er namelijk uitzien? Dus je moet een moderne infrastructuur hebben. Hier bijvoorbeeld in deze straat kun je al zien, deze straat is niet gebouwd op auto's. Die moeten er later tussen geperst worden. Als je deze foto's van deze straat ziet, toen die net klaar was, 2012 of zo. En het is echt prachtig. En nu wordt het natuurlijk ontsierd door die afschuwelijke blik. Maar goed, wat is dus een Nederlandse stad? Dat is in feite een verzameling van verschillende soorten van suburbs. Het grote probleem is het centrum. Hoe bouw je een nieuw centrum? Wat, laten we zeggen, dezelfde waarde en betekenis heeft als de oude centra. Utrecht is in allerlei opzichten een monsterachtig lelijke stad, maar heeft een heel aardig mooi centrum. Heel Utrecht binnen de voormalige stadsgracht of binnen de voormalige ommuring is in feite heel aantrekkelijk. En dat geldt voor een heleboel oude Nederlandse steden. En daarom is ook wel geprobeerd om een nieuw aantrekkelijk centrum te bouwen in nieuwe steden. Denk aan Almere en denk eventueel aan Lelystad. Maar dat blijkt vrijwel een onmogelijke opgave te zijn. We weten eigenlijk niet precies hoe je dat doen moet. Het werkt nooit goed. In Almere is wel een heel klein stukje wat min of meer toevallig wel gezellig geworden is. Maar nou ja, ze nemen zelfs een stad als Eindhoven. Hè. Dat is een stad, als je het station uitkomt, dan weet je niet welke kant je op moet. Vaak loop je ook de verkeerde kant op. Nee, je hebt dat die winkelcentra. Want Eindhoven is lelijk aan de ene kant van het station en ook lelijk aan de andere kant van het station. Maar goed, dus wat zegt Vincent? Die verschillende suburbs, dat eigenlijk is Almere ook een verzameling van suburbs, die zijn best aardig. Daar woon je helemaal niet gek. Vaak redelijk ruim met een voortuintje, een achtertuintje. Net wat Nederlanders allemaal het liefste vinden. Ja, wie wil er nou op een galerijflat 18 hoog wonen? Dat zijn er niet zo verschrikkelijk veel. Ja, dus je moet op den duur ook, kun je zo wel op make allemaal afgebroken worden. Dat is wat hij zegt. En dan zegt hij, nou ja, het centrum van Lelystad, oké, dat is mislukt. Maar wie kan dat eigenlijk schelen? Want je kunt er heel aardig wonen in die suburban agglomeratie. En daar heeft hij naar mijn idee groot gelijk in. Prijzen vallen ook nog wel mee daar. Ja. Relatief gezien. Ja. Veel ruimte. En als je dan echt per se eens een keer een leuke oude stad wil zien, dan stap je in de auto. En dan rij je naar Haarlem of naar Amsterdam.
Dat, je weet, in Amsterdam kun je wel met de auto nog wel bewegen, maar je kan hem nergens parkeren. Dus Amsterdam is een stad die je alleen nog maar uit een rijdende auto kunt bekijken, feitelijk. Ja, zo is het toch. Je kunt je auto daar niet kwijt. Maar op zich is een centrum bouwen toch niet zo moeilijk. Het is gewoon het midden. Ja, zou je denken dat dat hartstikke simpel is. Ja. En dat het vanzelf gezellig wordt met wat winkeltjes. En, maar nergens waar we dat... heb je wel eens gehoord hoe gezellig het centrum van Zoetermeer is? Nee. Nee, nooit. Over, terwijl dat nog een oude kern heeft. Hè? We hebben hier om de hoek hebben Houten. Heel interessant. Houten was een dorp. Met die nieuwe huisjes. En met een leuk oud... Leuk is het woord niet, maar een oud centrum. Toch heeft Houten geprobeerd zelf een nieuw centrum te bouwen. Door Houten nu eigenlijk twee harten heeft. Een oud hart en een nieuw hart. En met name het nieuwe centrum, daar is goed over nagedacht. Oepsie, het is typisch weer van tussen mijn kerst en oud en nieuw. Niets dan een grijze narigheid en nattigheid en een heel lullig soort van regen. Het is ook geen hoosbui, maar nou ja. Ja, en dat is ook een nieuw centrum. Daar hebben ze het voorbeeld van Siena genomen. Siena, dat is zo'n beetje het beroemdste oude stadscentrum ter wereld. Met als gevolg dat het volledig overlopen is door het massatoerisme. Laten we dat er even bij zeggen, want dat is ook een groot gevaar. En dat is toch niks geworden. Als je daar rondloopt, dan weet je, dit is niks. De sfeer is er niet. Het is niet geworden. Ze hadden dus dat oude centrum, dat hadden ze aan moeten pakken. Dat hadden ze een beetje op moeten pimpen. Dat had misschien mogelijkheden gehad. Maar nu hebben ze er twee, die eigenlijk allebei mislukt zijn. Ja. Leidse Rijn probeerde ook een centrum te creëren, hè? Maar dat ja, ook daar hebben ze eerst afgezien van een centrum, want dat leek ze nergens voor. Dat leek me een heel verstandig idee. Omdat natuurlijk Leidse Rijn heeft een centrum, namelijk het oude centrum van Utrecht. Ja. Utrecht heeft een heel succesvol oud centrum, zo succesvol, dat je als je er op zaterdagmiddag zou willen gaan winkelen, wat ik iedereen kan ontraden, niet waar, is dat een soort van afschuwelijke pantoffelparade. Waar je nauwelijks vooruit komt. En daar is filevorming door wandelaars. Ja. Maar goed, misschien ligt daar wel het antwoord op de vraag die je stelt. Waarom komen mensen in het centrum voor bepaalde behoeftes? Gezelligheid, cultuur, winkels. Ja, zo is dat maar net. Gezelligheid. Het lijkt dus heel moeilijk om een nieuw centrum te creëren. Ja, dat is een lastig klusje. Maar die mensen halen die behoeftes dus waarschijnlijk op een andere plek. In Almere en Lelystad. Nee, die gaan naar Amsterdam. Ja, precies, dus dat is een andere plek. Dus... We hebben daar zo'n programma gemaakt en we hebben met die mensen gepraat daar. En die allemaal binnen 2 minuten zeiden, ja, ik woonde daar en daar in Amsterdam en nu woon ik hier. Waarom? Ruimer, goedkoper, een tuintje. Maar ze schamen zich wel altijd stiekem een beetje. Nou, dus, dat was wel... Amsterdam was waar je vandaan kwam. Alleen zijn wij zo'n wonderlijk klein kabouterlandje... Dat wij Almere zien wij dus niet als een suburb van Amsterdam, maar als een aparte stad. Flauwekul, eerste klas. Dit is gewoon een agglomeratie Amsterdam. Zo goed als Houten agglomeratie Utrecht is. Alleen hebben wij afgesproken dat we al die randgemeentes, die maken wij zelfstandig. Willen ze ook allemaal graag. Hè? En voor de identiteit. Dan hebben ze de problemen van de grote stad niet. Ja, terwijl voor de positie van Nederland in het buitenland altijd gezegd wordt, laten we het hele land Amsterdam noemen, want dat kennen ze ook. Nou, precies. Als je in Amerika zegt, dan vragen ze waar je vandaan komt. Zien uit Utrecht. Nou, dan denken ze in het Noordoosten altijd, Utrecht, wat gek. Dat is namelijk een winkel in kantoorbehoefte. Die heet ook Utrecht. In Amerika. Ja, in Amerika. Heel merkwaardig op zichzelf. Maar dat Utrecht een bestaande stad is, daar hebben ze geen flauw idee van. Dus dan zeg je altijd Amsterdam. Zeg, oh, Amsterdam. I visited Amsterdam a few years ago. Oh, well, yeah. Ook zo'n olala Paris gedoe is dat ook natuurlijk. Oké, maar jij had wel het idee dat die mensen die daar in Lelystad wonen gelukkig zijn met dat ze daar wonen. Nou kijk, elke Nederlander, nou misschien niet elke Nederlander, zullen ook wel ongelukkige Nederlanders zijn. Maar eigenlijk moet je als Nederlander elke ochtend als je wakker wordt, moet je even op je knietjes gaan liggen bij je bed. En dan moet je zeggen, heren, wat ben ik dankbaar dat u mij geboren heeft laten worden in een vrij redelijk, fatsoenlijk en schatrijk land. Ja, er is van alles mis in Nederland. Inderdaad, dat komt door Rutte.
Nou, dat is een beetje overdreven, maar goed. Ja. Maar het is een fantastisch land. Ja, je zult in Rwanda worden geboren. Nee, eens. En boven Volta. Ja. Hè? Ja. In Bangladesh. Ja. Hè? Je dochters zullen maar de hele dag over hem moeten naaien. Ja. En dan ook nog het risico lopen dat ze levend verbranden. Ja, en niemand die kan verklaren waarom je hier wordt geboren. Maar dat het fijn is, nee, is zeker zo is het maar net. Het is allemaal maar een gokje. Ja. Andries Knevel misschien, dat hij daar antwoord op heeft. Nou, dat weet ik niet. Ik geloof dat hij boos is dat de EO hem eigenlijk ontslagen heeft. Ja, maar hij is druk en twitteren overal. Hij heeft allemaal, oh ja? Ja, hij stuurt allemaal Twitterberichtjes de wereld in. Ach, dus, hij had het erover... Dat vind ik wel een beetje een geestelijke... Hij had het erover noodbericht. Dat als er grappen worden gemaakt over de islam, had hij geschreven... Ja, dan staat iedereen op de planken en is iedereen boos. En als het over de katholieke kerk gaat of de protestantse kerk... dan mag het allemaal en maakt allemaal niks uit. Godzijdank wel, ja. Trouwens, over de islam mag je toch ook grappen maken? Ja, maar er wordt wel wat heftiger op gereageerd natuurlijk. Dat weet je ook. Nou ja, dat is een beetje politiek correct. Je moet wel uitkijken natuurlijk, maar dat gaat vanzelf over. Ja. Ja, want we moeten onszelf ook niet wijsmaken dat alle islamieten fanatieke gelovigen zijn. Dat is een relatief kleine groep. Ja. Ik begreep dat nog geen 25% regelmatig de moskee bezoekt. Ja. Het probleem is natuurlijk dat je de niet-inburgeraars, de mensen die zich niet weten aan te passen, dat die in feite natuurlijk de meest zichtbare zijn. Degenen die ingeburgerd raken zijn niet zichtbaar. Hup. Zal ik het raam aan deze kant open doen? Ja, misschien is dat wel handig. Ja. Overigens, we hebben dank voor de post van degene die het gestuurd heeft. Het is aangekomen. Het is een pakketje met allemaal envelopjes. Of het zijn het postzegels erop? Postzegels. Maar dat gaat het straks openmaken. En dan nog een melding van iemand die zit te luisteren in Gent, in België. Waarop iemand anders zegt, er wordt ook geluisterd in Gent tussen Arnhem en Nijmegen. Daar ligt ook een Gent. Dat schrijf je net wat anders volgens mij met is DT. Is dat niet Lent? Nee, dat is Nijmegen Lent. Maar dit was Gent met DT. Wist ik ook niet dat wij een plekje hebben. Kijk ik vanop. Misschien een buurtschap. Een buurtschap zou het wel zijn. Er is nog eens een wedstrijd in Nederland geweest waar de kleinste buurtschap was. Ja. Ik geloof dat bleek in Friesland 3 huizen bij een soort kolkje te zijn. Dat vond ik wel interessant. Dat zou kunnen. Ja, dat is ook officieel een buurtschap. Als je het hebt over identiteit geven, dan is dat dus heel belangrijk. Hè? Bijvoorbeeld Gevenbecht. Ja, nee, laat ik daar nog iets over zeggen. Want ik zei iets over die randgemeentes. Dat is natuurlijk een beetje flauwekul. Maar ik heb nooit begrepen waarom in Nederland voortdurend die schaalvergroting van de gemeentes doorgezet moest worden door alle regeringen die we de afgelopen tientallen jaren hebben gehad. Waarom? Waarom zou het uit onderzoek blijkt dat, want dat is natuurlijk altijd het verhaal, ja, grootschaligheid, dat is efficiënter, kunnen we beter organiseren, een groter gemeentekantoor. Dan blijkt allemaal lulkoek te zijn, het wordt helemaal niet verschrikkelijk veel efficiënter. Kost ongeveer evenveel geld en dat niet alleen. Je ontneemt mensen de mogelijkheid om zich te identificeren met... Nou, ik wil niet zeggen dat het allemaal de mini-dorpen moeten zijn, maar met, laten we zeggen, de kleinere plaatsen op het Nederlandse platteland. Het is meestal komt het erop neer, dus dat is, zeg eens wat, 7-8 dorpen worden gefuseerd tot de stad van 80.000 inwoners, waar tenslotte niemand zich mee kan identificeren. Dus... Stop dan ook maar mee, mensen, hè, met het voortdurende schaalvergroting. Je had het net over kwetsbare Nederlanders. Je ziet dat nu met die loterijen allemaal. Hè. Daar zie je allemaal die mensen voorbij komen die allemaal wat hebben meegemaakt. En toen er was iemand die zei, ja, dus het zal nooit zo voorkomen dat een loterij de postcodeprijs bijvoorbeeld in Wassenaar valt. Of in... Is dat zo? Dus nou, dat betekent dat die gemanipuleerd worden. Nou, dat zeggen ze niet, maar heb je dat ooit gehoord? Dat in Wassenaar, waar alleen maar rijke mensen wonen, dat daar de postcode van 56 miljoen is gevallen? We hebben hier meerdere malen prijzen gewonnen in de buurt. En dan moet je bij de, hoe heet het, de mini ja, de tabakzaak. Ja, moesten we een rookworst ophalen. Ja, dat hebben we niet gedaan. Dat klopt, dan krijg je zo'n klote prijs. We waren diep dankbaar voor een rookworst, maar we hebben het toch maar laten zitten. U heeft een halve reep chocolade gewonnen. Ja, ik ben ook wel benieuwd wat er met al die rookworsten is gebeurd. Heb je ook van die loten? Nou, volgens mij, mijn vrouw heeft dat. Ik weet het niet helemaal zeker hoe het zit. Ik ben zelf overigens lid. Hoe moet ik het zeggen? Ik doe zelf mee aan de staatsloterij. Op verzoek van de kinderen die natuurlijk al lang volwassen zijn en verdwenen zijn. En ik ben te lamlendig om er een eind aan te maken. En als ik, want ik betaald heb aan de staatsloterij, als ik dat op een spaarrekening had gezet, dan had ik nu stil kunnen gaan leven. Want ik win wel voortdurend prijzen. Dat moet erbij. Wel gefeliciteerd met uw prijs 3,75.
He, dat is typisch de staat. Maar je stelt wel heel veel goede doelen, want dat geld wordt allemaal bij het Oranjefonds. Ja, maar het schijnt ook wel dat de directeur een hele grote auto rijdt en dat ze een nieuw kantoor hebben. Dat soort van dingen. Ook de staatsloterij is in de tijd op afstand gezet, verzelfstandigd. En dat heeft daar ook weer allerlei de bekende effecten veroorzaakt. Dus heb ik er spijt van dat ik al 30 jaar bij de staatsloterij ben, ja. Maar dat is ook heel typisch iets. Dat je tenslotte te weinig energie hebt om dan te gaan bellen en te zeggen, ik wil er vanaf of vanmorgen. Moet je een brief in Triplo schrijven, ja, of zo. Moeilijk. Ja, dat klopt. Met je DigiD erbij. Nou ja, ik heb geen DigiD, dat probeer ik steeds te krijgen, maar dat lukt me niet. Staatsloterij, doe het niet, mensen, als u denkt staatsloterij. Hou op, mensen, hou op met alle loterijen waar u lid van bent. Maak een loterijpotje, wat u dus nu niet meer nodig heeft. En dat zet u gewoon op een spaarrekening ten boven van uw kinderen. Maar je moet maar eens opletten dat het nooit zo is dat Martijn Krabbé met die enorme cheque of die Gaston met zijn vrachtwagen in Wassenaar staat. Doet Martijn Krabbé ook mee aan die staatsloterij? Ja, ze hebben toch zo'n heel peloton aan Humberto Tan en Nicolette van Dam. En die gaan allemaal die prijzen uittrekken. Maar waar is dat goed voor? Nou ja, bekende gezichten, die kunnen dat dan leuk brengen. Je kunt toch net zo goed even die mensen, het is allemaal geautomatiseerd bij mij, die staatsloterij. Ja, dit is de postcode loterij is dit. De staatsloterij doet dat inderdaad, moet je het nummertje intikken op internet. Ja, daar hebben we Martijn Krabbé helemaal niet bij nodig. Nee, maar die staat altijd bij mensen voor de deur die dan iets heftigs hebben meegemaakt. Ja, zogenaamd. En die doen ze de voordeur open. En dan zeggen ze, u heeft een prijs van, oh! En dan zie je dat ze eigenlijk al dat ze microfoontjes zijn of een microfoontje uitgerust. Ja, dat klopt. Ze weten dus al 3 dagen dat ze die prijs gewonnen hebben. En dat vind ik ook zo'n flauwekul. Overigens is het psychologisch, hè? Als je dus hier van de buurman hoort van, ik heb staatsloten of ik heb postcode, dan denk je, moet ik ook mee gaan spelen. Stel dat hij in de straat valt. Is dat zo? Ja, dat hoor je altijd van mensen, dat het een soort van psychologisch effect heeft. Ja, ik zal ook maar meedoen, want dan ben ik zo meteen de enige die niet wint. Ik dan nog eens een welgemeend advies geven van achteruit de Audi. En dat is, stop met alle loterijen waar u aan deelneemt. De kans dat u iets wint is verwaarloosbaar klein. Doe het niet. Het is zonde van uw geld. Zet het op een spaarrekeningetje voor de kleinkinderen. Heb je het hele stuk gelezen in NRC van de BBB mevrouw? Nee, dat heb ik niet gelezen. Je hebt wel gezien dat het erin stond. Ik heb gezien dat het erin stond en ik dacht, huppakee, ook de NRC. Ja, die doet ook zijn best. Je hebt ze nog. De NRC trouwens, die ook een paar jaar geleden ook onze vriend Thierry Baudet uitgebreid gefeteerd heeft. Ja, je hebt ze nog gewaarschuwd van, doe het niet jongens, want... En ze zijn er ook later op teruggekomen nog? Ze zijn er enorm op teruggekomen. Ja. Ze hadden ook, ik had hoofdredactioneel, had ik wel graag eens een stukje gezien. Sorry, dat hebben we helemaal verkeerd gezien. En we hebben spijt van al die verlulkoek die we geschreven hebben. De New York Times heeft inderdaad uitgebreid zijn spijt betuigd over de steun aan de inval in Irak. Dat vond ik heel erg passend. Nou, moet ik zeggen dat Thierry Baudet weer minder erg is dan de Amerikaanse inval in Irak. Maar toch, als een krant zich vergist, dan vind ik het passend dat hij zich excuseert. Heb je wel eens de neiging om een ingezonden brief te sturen? Nee, daar heb ik hele slechte ervaringen mee. Hele, hele slechte ervaringen. Lang, lang geleden, toen de NRC Handelsblad nog niet bestond, bestond het Algemeen Handelsblad. Daar was ik op geabonneerd als student, omdat mijn ouders daar ook op geabonneerd waren. En ik heb als zeker late jaren 60, vroege jaren 70, typisch eigenwijs studentengedrag, heb ik meerdere malen een ingezonden brief aan de NRC geschreven, dat ik het helemaal niet eens was met zus of zo, en dat ik alles beter wist. Nou goed, typisch de toon van de ingezonden brieven schrijven. En dat was het interessante, een aantal van die brieven, zeker niet de meerderheid, is afgedrukt. En altijd met een zo uniek aantal drukfouten, dat je, als je het helemaal gelezen had, dat je zeker wist dat de schrijver van deze brief of niet goed snik was. Al jaren geleden was opgenomen in een inrichting. Of dronken. Of stom dronken toen hij dat briefje had getypt. Dus ja, je dacht na enige tijd, ik kan dit beter niet doen. De krant stond er ook op bekend dat het verschrikkelijk was met het type en de drukfouten. En dan had je dus de meest voorkomende reactie. We hebben uw brief, dank u wel voor uw brief, die hebben wij doorgestuurd naar de schrijver van het bewuste artikel. En je begrijpt, daar hoorde je nooit meer wat van. 0,0.
Nee, maar dat is toch niks makkelijker dan copy-pasten. En in ieder geval, ik snap dat ze het nog inkorten, omdat het misschien niet past. Nou, ze hebben tegenwoordig ook een brievenrubriek. Niet dat ik die brieven lees, maar er staat altijd in. Wij ontvingen 241 brieven, we hebben er 12 geplaatst of zo. Dus ken ik, dat is, het is een bekende figuur, niet waar, is de ingezonden brievenschrijver. De lastigste abonnee. Je had de NRC, had een aantal van die lui die nergens ooit mee eens waren. En altijd brieven schreven, wat ook wel een beetje een komisch effect had. Ja. Heb je niet zo'n oude room die de krant leest? Van, hoe is het? Nou, ik heb zelf die neiging natuurlijk ook wel een beetje. Ja, bij de NRC denk ik vaak, wat is dit voor lulkoek? Dat denk ik vaak, ja. Er staan ook magnifieke goede stukken in, maar... Maar dan wil je dus niet meer... Sowieso lees je een krant natuurlijk toch heel erg selectief. Als je die hele krant zou willen lezen van linksboven tot de achterkant. Nou, je hebt de tijd ervoor. Ik heb daar helemaal geen tijd voor, want ik moet ook serieuze dingen lezen. Dus, de krant is niet serieus? Grotendeels is de krant gevuld met lulkoek. Ja, dat ben ik wel, daar moet je wel van uitgaan. Dus ik lees, wat lees ik in de NRC, dat kan ik zo vertellen. Ik lees in de NRC Tom-Jan Meijers. Oh ja, en ik lees Caroline de Gruyter. En ik lees Maarten Schinkel. En ik lees, hoe heet ze, die adjunct hoofdredacteur die economische stukjes schrijft. Daar ben ik nou even de naam van kwijt. Die lees ik meestal ook. Ben ik het soms wel, soms niet mee eens. En dan lees ik natuurlijk, Bas van Putten, de autojournalist. De leukste autojournalist van Nederland. Nou, dan ben ik al... En ik lees natuurlijk de achterkant. Dus dat wil lezen. Ik lees Frits Abrahams. Die is tegenwoordig minder frequent geworden. En Joep, op zaterdag? Nooit. Waarom niet? Het is altijd hetzelfde. Dus waarom zou ik dat lezen? Eventueel kun je één keer per half jaar kun je er één lezen. Dat is mogelijk. Ja, het zijn altijd voorspelbaar leuke stukjes over bekende Nederlanders. En ik ben niet zo erg geïnteresseerd in bekende Nederlanders. En ik ben ook niet zo erg geïnteresseerd in leuke stukjes over bekende Nederlanders. En ik ben nog minder geïnteresseerd in voorspelbare leuke stukjes over bekende Nederlanders. Maar hij is een groot succes. Ik bedoel, iedereen krijgt geloof ik met de Sinterklaas zo'n bundeltje cadeau waar die stukjes in staan. Ja, nou, ik was nu met kerst bij mijn ouders en daar lag een boek van jou op de desk. Kijk, dat zou ik zeggen, is in ieder geval een stuk serieuzer. Ja, en dat ging volgens mij over Afghanistan. Gaat in ieder geval niet over bekende Nederlanders. Nee, ze vonden het wel interessant. Dus ze waren ze mee bezig, ook streepjes aan het zetten. Ah, dat mag ik graag horen, ja. Dat er streepjes gezet worden. Ja. Hey, maar Suske en Miske, die lees ik altijd. Soms begrijp ik ze niet, dan is het kennelijk een leeftijdsgroep en een grap die aan mij volledig voorbij gegaan is. En dat wordt natuurlijk, naarmate je ouder wordt, wordt dat steeds erger. Dat je denkt, waar gaat dit in godsnaam over? Ja. Ja. Wat snap je bijvoorbeeld niet? Kun je iets herinneren? Nee, ik zal erop letten. En zo denken, wat is dit? Wat is hier nou de mop van? Dat begrijp ik dan totaal niet. En dan heb je tegenwoordig in de krant natuurlijk al die zogenaamde long reads. Dat is omdat ze wel weten dat mensen voornamelijk hun televisie en de televisie kijken voor het nieuws. Dan hebben zij van die longen iets, die lees ik nooit. Oh, dan kun je een heel groot deel weggooien. Daaronder een heel groot, dat is meestal persoonlijk leed. Dat vind ik heel vervelend, heel ongelukkig. Eenzame vrouwen die het moeilijk hebben, eenzame mannen die het moeilijk hebben. Mensen die langdurig heel onterecht zijn opgesloten. Ik vind het wereldleed. Daar geldt wel een beetje voor. De televisie heeft die neiging natuurlijk ook ontzettend. Dat het zogenaamde ramptoerisme. Bij ramptoerisme denk je dat mensen afremmen bij om naar het ongeluk aan de andere kant van de weg te kijken, waardoor meestal aan beide zijden een groot ongeluk gebeurt. Dat is trouwens echt waar. Sorry, ja. Ook wel iets. Ik had dat laatst weer. Dat was inderdaad. Ja? Ik was net voor een ongeval en dus de ambulance was er nog niet bij. En dan zie je aan de andere kant meteen mensen remmen en kijken en zelfs stilstaan op de snelweg. Levensgevaarlijk. Ja, dat is, dat is heel bizar. Vrijkomend. Maar natuurlijk, heel veel televisie is ook ramptoerisme. Mensen die het verschrikkelijk ellendig hebben. Ja. Emigranten die er niet in mogen of er weer uit moeten. Kijk naar waarbij ik altijd denk, wat zijn we toch een kinderachtig klotenland. Wat maakt ons het uit of er een paar honderd of een paar duizend extra binnenkomen. Toch helemaal geen bal. Maar dat kan ik niet allemaal lezen. Ik heb het alles uitgelegd.
Een mens kan het leed van de wereld niet op zijn schouders dragen. Je hebt natuurlijk heel veel mensen die, het schijnt dat heel veel kinderen zich verschrikkelijke zorgen maken over het klimaatprobleem. Ik kan me dat wel voorstellen. Want ze worden voortdurend paniekerig aangetetterd van, als we het nu niet doen, dan zijn we absoluut, we zijn eigenlijk al te laat. En dat vind ik hartstikke onverstandig. Ja, je moet dat een beetje positief benaderen. Je vindt het van de jongeren onverstandig dat zij zo erin zitten? Ja, ik vind het onverstandig dat de jongeren, die natuurlijk nog heel jong zijn en ook niet precies weten hoe de wereld in elkaar zit, dat die voortdurend te horen krijgen dat wij in een wereld leven die ten dode is opgeschreven. We gaan er allemaal aan. En dat wij aan onze vingertoppen aan de rand van het ravijn hangen. Ja, maar dat is misschien wel zo. Helemaal niet, dat zal best meevallen. Ik wil niet zeggen dat dat niet allerlei omvangrijke gevolgen kan hebben. Maar de planeet kan best een stukje warmer. Dat zal op sommige plekken zal dat verstrekkende gevolgen hebben. Maar op zichzelf is het niet zo dat de planeet... Wat las ik nou laatst ook, geloof ik, in de New York Times? Nou, het was eigenlijk afgelopen met de planeet. Dat je denkt, hoezo? Maar dan let je dat af. En die planeet is er nu 4,5 miljard jaar of iets meer, plus. Er zijn tal van perioden geweest dat het veel en veel warmer was dan het nu is. Hè? Dus ja. Maar er zullen mensen zijn die zeggen, ja, volgens mij nu klink je toch een beetje als een wappie. Want ja, ik ben helemaal geen wappie. Warmt de aarde op? Jazeker. Moeten we daar iets aan doen? Jazeker. Hebben we daar de middelen voor? Jazeker. Is dat voornamelijk een kwestie van politieke besluitvorming? Jazeker. Moet de rijke wereld daarbij de arme wereld maximaal zien te helpen? Jazeker. Doet de rijke wereld dat? Nee. Dus ja, het is wel een probleem. Alleen het is niet het einde van de planeet. We moeten die kindertjes niet bang maken. Kijk, als je gaat roepen, het is eigenlijk al te laat. Het is eigenlijk al voorbij. Dan is het inderdaad voorbij. Ik heb het al eens eerder gezegd. Dan moet je achter in de tuin gaan zitten met een flesje neven. En dan moet je jezelf het hoekje omdrinken. Als het voorbij is. Maar dat geloof ik helemaal niet. Maar stel dat dan een deel van de Randstad onder water staat en je moet naar Brabant verhuizen. Omdat hier maar ten eerste, als die Randstad onder water staat, is dat een proces van eeuwen. Dat gaat niet volgende week gebeuren. Ik zag nog eens bij Nova, dat is al zo lang geleden, ik kan er wel over roddelen. Daar kwam ook zo'n deskundige aan het woord over hoe erg het was met die stijgende zeespiegel. Waarop Nova dus een filmpje had vervaardigd waarbij je eigenlijk in 10 seconden zag je heel West-Nederland vol met water lopen. Ja, als je dat als kind ziet, denk je ook, jezus, ik woon in Leidschendam, hoe moet dit aflopen? Dat is ook zo'n site, hè, overstroming.nl. Ja. En dan kun je je postcode ja, in doen. Ja, zeker, zeker. Ik heb hier mijn postcode ook ingevuld. Ik geloof dat ik net 2 meter boven NAP woon of zo. Dus dat er waarschijnlijk overstroomd u? Staat er dan? Oh, nou ja, god, ik zit er helemaal niet mee, want dat kan nog een hele tijd duren. Het is wel een leuke zaak, er staat dan ook wat je kunt doen. Ik hoorde als een hoofdingenieur van Rijkswaterstaat, die zei, 60 meter zeespiegelstijging, daar kunnen we makkelijk aan in Nederland. Nee, je kunt ook allemaal woonboten... En dan kan je ook meteen de luiven zeggen, maar het zou met 60 centimeter, het zou best 2 meter kunnen worden. Daar geloof ik geen flikker van. Ja, maar je hebt bijvoorbeeld de jonge klimaatbeweging, hè? Dat zijn jongeren die dus dit geluid prediken. Ik ben er van, nogmaals, het is er, er moet iets aan gedaan worden, er kan iets aan gedaan worden, laten we dat ook doen. Maar paniekgedoe, paniekvoetbal, het is al te laat, de planeet staat in brand, kom op. Ja, maar je moet het misschien wat heftiger aanzetten om mensen in beweging te krijgen. Nou, daar ben ik geen voorstander van. Trouwens, ik moet zeggen, ja, ik heb dat al eens eerder gezegd, maar het schijnt helemaal geen populair standpunt te zijn. Voor iemand die historisch denkt, is de tempo waarin in feite deze hele zaken aangekaart wordt en waarop ook beleid wordt gevoerd tegen, eerlijk gezegd, gaat dat verrassend snel naar mijn idee. We zitten eigenlijk een beetje met het probleem dat de grootste vervuiler van de wereld, de Verenigde Staten, net doet alsof dat niet bestaat. Dat is wel een probleem. Is nu al veranderd ja, onder Biden. Amerika heeft wel een politiek probleem. Nou, dat is even tijdelijk veranderd. Je weet helemaal niet welke gekke brigade daar natuurlijk in 24 aan de macht zou kunnen komen. Gerrit Hiemstra, die pleit voor een OMT voor het klimaat, hè? Met allemaal... Nou, daar ben ik erg voor. Misschien kan Van Dissel dat ook doen erbij. Dat zou toch kunnen? Dat hij er ook in gaat zitten. Ja. Er wordt ook lekker aangerekend aan dit probleem. Ja. Hey, er is nog één ander ding wat in de Maarten stond wat wel interessant is. Dat is de Brexit met Johnson. Heeft hij nou een goed jaar achter de rug? Of had hij... Nee, hij heeft een ontzettend belazend jaar achter de rug.
Het probleem is alleen dat ik weet niet wanneer de nieuwe verkiezingen gehouden zouden moeten worden. Ik geloof over een jaar of drie of zo. Dat Labour natuurlijk ook op zijn gat ligt. En dat bij mijn weten er geen interessante nieuwe alternatieve kandidaat wordt aangeboden door de Tories. Dus waarschijnlijk broddelt hij gewoon lekker door. Dit is ook, daar moet je ook een beetje afstand van houden. Kijk, de media zijn voornamelijk paniekzaaiers. Want ja, die rommel moet gelezen worden, het moet bekeken worden. Dus het is altijd verschrikkelijk. Het is al ontzettend. Poetin staat op het punt om 175.000 tot de tanden bewapende troepen de Oekraïne in te sturen. Dat zegt hij wel, maar dat is helemaal niet zo. Dit is een onderhandelingsspel. Dit is een spel wat er gespeeld wordt. Hij wil niet dat de Oekraïne lid van de NATO wordt. Wat je hem vanuit zijn standpunt heel goed kunt begrijpen natuurlijk. Dus ook hier geldt. Voor mijn gevoel blijft Boris gewoon zitten. Zo erg is dat maar niet. Het zijn allemaal van die flirtdingetjes toch. Dat hij een partijtje heeft gehouden met een hoedje op in zijn kantoor. En nog wat van die dingen meer. Ja, ik ben god denk wel aan de Grappenhaus. Is dat zoveel minder erg of erger? Ja. Grappenhaus heeft zijn schoonmoeder gekust. Vonden wij ook al. Wij hadden Amalia die een tuinpartijtje had met 10.000 mensen. We hebben ook ons enorm over opgewonden. Ja, je moet je ergens over opwinden, per slot van rekening. Ja. Maar Johnson heeft het niet zo slecht gedaan met al die hoeveel mensen zouden met de kerst de voorschriften hebben overtreden. Je zag het al aan de auto's op de oprit bij de mensen. Ik had dan een rondje gewandeld en dan kijk je naar binnen bij de mensen. Nou, wat mocht je? Ja, 4 mensen totaal? Ik heb geen idee. Er waren er veel meer. Volgens mij mocht je alleen 1 persoon met 1 huisdier ontvangen. Maar wie gaat dat handhaven? Dus niet de politie. Waarom? Dat die langs kijk, de heel veel regelgeving, heel veel wet en regelgeving. Is bijvoorbeeld dat die ook weer symbolisch. Je ziet, voordat je het weet, heb je een hele wereld van symbolen en wonderlijke rituelen opgetrokken. Veel wet en regelgeving heeft een symbolisch karakter. De Tweede Kamer neemt voortdurend dingen aan. Let erop, dit mag niet. Ja, er is geen hand. Toen met de 100 kilometer. Hij heeft het al eerder over gehad. Zei de politie, ja, we hebben geen professioneel voor de handhaving. Dus ja. Dat is een volkomen loos gebaar. Volledig loos. Ga straks even op de A27 rijden en dan zie je. Het is loos. Sterker. Komt er zo'n motorfietsjongen voorbij. Zo'n bang. Dat is echt. Je weet ook dat de kans dat je op een motorfiets dodelijk verongelukt is geloof 12 keer zo groot. Als dat je dat in een auto overkomt. Ja. Maar als je de politie ook tegenkomt, die rijden gewoon door als iemand te hard rijdt. Die gaan niet die langs de kant zitten. Nee, die gaan niet handhaven. Die kijken wel link uit. Ja. Kunnen wel aan de hang blijven. Dus heel veel wet en regelgeving heeft een strikt symbolisch karakter. Ja. Dat is ook de toeslagenaffaire. Hè? Te ingewikkeld gemaakt, zodat handhavers eigenlijk niet meer snappen wat ze moeten handhaven. Nou, kijk, ook ten aanzien van de toeslagenaffaire. Ten slotte heeft vrijwel iedereen zijn excuses aangeboden voor de toeslagenaffaire. Behalve één instantie die mede met onze regering de hoofdverantwoordelijke is voor dit drama. De Tweede Kamer. Zoals gewoonlijk weer jagend op incidenten, woedend over kwesties die op de televisie getoond waren. Bulgaren met zo'n kruiwagen vol met toeslagen die ze hier heel illegaal geïnd hadden enzovoort. Nee, de toeslagenaffaire is uiteindelijk opgeborreld uit de diepe, diepe verontwaardiging van Nederlanders dat deze waardeloze Bulgaren, dat die ook toeslagen kregen. En dat er met die toeslagen enorm gerommeld werd. Maar we weten zelf allemaal dat UWV aan de lopende band één grote rommel heeft gemaakt van zijn nuttige taken. Waarbij eigenlijk nooit duidelijk is geworden of dat dan opgeruimd wordt, ja of nee. Hoe werkt dat eigenlijk als de Tweede Kamer, excuus, moet de Kamervoorzitter dat dan doen? Nou, de Tweede Kamer die kan excuses maken en dan moeten we hopen dat die excuses er ook toe leiden dat de Tweede Kamer niet ons land controleert en regeert samen met de regering op basis van boze televisieuitzendingen, op basis van incidentenpolitiek, maar op basis van een gestructureerd beleid wat voor de middellange termijn bedacht is. Ja.
Dat zou wel mooi zijn. Maar moeten ze dan eerst met z'n allen eens worden dat ze excuses gaan aanbieden? Hoe werkt dat? Ja, het heeft al heel weinig zin, want van de Kamerleden die er toen zaten zitten, zijn er nog maar 3 over, geloof ik. Ja. Dus. Hé, daar is het DHL-karretje weer. Hij rijdt wel een rare route, want ik zag hem 1/2 uur geleden en nu is hij er weer. Ja, dat is niet heel efficiënt. Mijn theorie is dat daar afluisteraars van de AIVD in zitten. In die karretjes, ja. Dat die hier langs rijden, ja. Ik heb ook een tijdje ontzettend kinderachtig, moet ik zeggen. Aan de telefoon ook van die dingen gezegd alsof ik terroristische plannen had. Van, tegen wie dan? Nou ja, tegen mensen met wie ik telefoneerde. Die ook wel wisten dat het onzin was. Omdat natuurlijk. Je wist van ik word afgeluisterd. Ja, nee, mijn idee was het zou wel leuk zijn als ik afgeluisterd werd. Ja. En is er een systeem wat, laten we zeggen, die kernwoorden oppikt. Over aanslagen die je wel zou willen plegen en Semtex. Hoe ging zo'n gesprek dan? Wat zei je dan? Nou ja, van weet jij hoe aan Semtex kunnen komen en hoeveel heb je ongeveer nodig om dit en dat op te blazen? Ja, mijn favoriet object was altijd de Neudeflat in Utrecht. Maar dus tegenwoordig zijn dat appartementen geworden. Dus ja. Dan wil je dat ook weer niet doen. Even zo ook weer zielig voor die mensen die zo'n appartementje gekocht hebben. En in series praten ze altijd in codetaal, hè? Dat is dat zo? Ja, dan hebben ze het allemaal over. Dan hebben ze een bepaalde naam gegeven uit een serie. En dat staat dan symbool voor de groep die het gaat doen. Oh, nou ja. Ik vond ook op dat punt natuurlijk die angst voor de jihadisten ook schromelijk overdreven. Ja, daar hoor je niet meer zoveel over nu. Hè? Dat lijkt met COVID helemaal verdwenen. Ja, dan zie je aan. Dat is ook een heel typisch nieuwsfenomeen. Dat is, je hebt soms ook dat maandenlang is Libanon is topnieuws. Hè? Alles in de Libanon is verkeerd, dat weet je. Het is in Libanon nooit van zijn leven. Is er ook maar iets in orde in de Libanon. En dan ineens is het afgelopen. Want dan is er iets anders. Een vulkaan ergens op La Palma, waar was het ook alweer. Ja, ja. En dan gaat dus die hele brigade van die uitgezonden televisieploegen. Dus die pakken de hele boel weer in en die gaan op weg naar La Palma. En dan krijgen we elke dag nieuws van hoe het met de lavastroom gesteld is. En over dat schattige huisje dat dan net niet getroffen. Ja, die honden en ja, van alles en nog wat. We zijn tot in het kleinste detail geïnformeerd over de vulkaanuitbarsting. En dan is het, dit is ook, hè, ze hebben daar geconcludeerd, hij was afgelopen. Nou weet je, dat ben je vulkanen nooit, maar het was afgelopen. Dus we krijgen dan weer iets nieuws. Even wachten. Bij deze. Nou, dat zijn mooie slot. En vergeet niet al uw loterijen op te zeggen. Oh ja, dat is een hele goeie. Ja, dat zou nog wat zijn als hier die truck voorrijdt met die Gaston, dat die dan hier bij jou voor de deur staat. Nou, en dan komt er, als je de loterij... Ja, dan komen ze met die checks en dan zeggen ze meer van ons van doen. Ik wil een keer attenderen op het feit dat ik een rookworst heb gewonnen. Ja, nou, dan bij deze krijg je heel veel rookworst. Moet je zelf op. Ja. Dat is geestig. Mijn oma had dat ook altijd. Die kreeg ook altijd. Je heeft 2,50 gewonnen. Ja, zoiets, ja. Nee, daar heb ik hele slechte ervaringen mee. Hele slechte ervaringen.